De bestuurder van een auto is zondagochtend op een aantal geparkeerde auto's op de Molenweg in Nijmegen ingereden. De auto raakte 3 geparkeerde auto's, de derde schoof de weg op en kwam op de rijstrook te staan. De bestuurder is gevlucht. Door de aanrijding is een gedeelte van de Molenweg afgesloten. Het is rustig op de weg, dus het overige verkeer ondervindt nauwelijks hinder.